Ik ben Jason Casas-Diaz. Ik ben de organisator van deze breakdance battle samen met Woonstichting Het Teleur. En nu staan we dus bij de Woonstichting en Het Teleur. En ik moet zeggen dat er nog geen mensen komen. Want die komen pas over een uur, verwachten we dat er ongeveer 200 mensen gaan komen. En jawel, om 3:15 komen de eerste deelnemers aanlopen. De muziekinstallatie die is net zojuist gearriveerd. En het schijnt dus dat die geluidsinstallatie super hard kan. En ik ben ook echt heel benieuwd. Dus dan gaan we even vragen aan die man, ja? Een vraagje. Ja, tuurlijk. Hoe hard kan deze muziekinstallatie? Ja, hoe hard? Dat is moeilijk te zeggen. Maar het is 2000 watt. Ja. En zo hard als het halen kan, dan gaat het vanmiddag. Oké, dus we gaan iedereen hier van het terrein afblazen, zeg maar. Ja, zeker, absoluut. Voordat de battle begint, draaien de eerste deelnemers warm. Hey Guido, wat verwacht je ervan? Ik hoop grote opkomst. Ik hoop dat het weer een beetje mee zit. Ja, het zal wel, want met jou als geluksvogel hier moet het goed komen, toch? Je hoort het, geluksvogel. Dit zijn de twee dansteams van Trivisport die de battle officieel, maar vooral op een leuke manier openen. Jeetje, wat kunnen die dames dansen zeg? Dit zijn de Soul Rippers. Voor degenen die ze nog niet kennen, dit zijn een van de beste breakdancers van Nederland. Zij brengen de deelnemers alvast in een goede sfeer. Onze presentatrice Mirthe van Treijen kondigt de eerste battle aan tussen het Munneke Heide College en de KNC. Eenmaal begonnen kijkt de diepdenkende jury naar de originaliteit, techniek en het samenspel tussen beide scholen. Oh, daar komt hij dan! Onze beste artiest, Herman van Idols. I'm a dancer! Ja, terwijl Mirthe Herman bedankt voor zijn fantastische optreden, bereiden de deelnemers zich voor de tweede battle. Zij moeten nu alles uit de kast halen om de jury ervan te overtuigen dat zij de beste school zijn. De jury overlegt voor de laatste keer. Spanning neemt toe en de winnaar van de Breakdancewel Battle 2009 is het Munneke Heide College! Als afsluiting van de battle hebben de aanwezigen een meet and greet met Herman. Wat is die toch populair hè? Breakdance Battle, die zit er nu op. Echt na succes verlopen. Ik ben echt hartstikke trots dat alles is goed gegaan. En de presentatrice, alles draaide gewoon. Herman deed het goed. Het publiek was enthousiast. Nou, ik denk dat Herman nog nooit zoveel handtekeningen heeft uitgedeeld. Dus vandaag echt super. Deze battle is mogelijk gemaakt door Woonstichting Het Teleur en sponsors.